Ja, kijk, zo ja. Oké, dan moet je naar die linker, op bovenop die linker tong komen. Wat blijf je lelijk, Max. Jij bent zo cringe, dat is echt niet normaal. Maar Gerrit, ja, ja, hoe pretty hij is. Ja, okay. Je ziet mijn ogen niet eens. There you go. Oh, wat? Er is dus aan boord. So far, so easy dit. Uh-oh. Ik bedoel, we hebben al superveel checkpoints zien. Meer dan normaal. Uh-oh. Oh god. Wow! Holy shit! Oh! Damn. Oh! Super clean! Same! Waar moeten we heen? Is this like... Bike glitchje? Oh my days. Oh god. Oh no. There's a big picture, maar ik ga er gewoon heen rijden. Yoink, there I go. Oh, what? Je moet there echt, je moet ziek ver bike glitchen, gast. Maar kan je hem glitchen? Ja, is heel makkelijk. Hij is heel makkelijk te bike glitchen. Nee, maar ik bedoel, kan je hem cheaten? Oh, kijk, ik ben er nu. Ik ga nu kijken. Ik ben helemaal gebike glitchen, maar erop landen, dat lukte me niet. Dat was wel impossible. Wat is bike glitchen? Ik weet niet hoe ze dat moet. Hij is... Ik ben er nu bijna. Te cheat. Nee. Oh mijn god, nee. Nee, hoezo niet? Nou, althans, er is wellicht ergens vast wel cheat, maar niet hier. Oh my god, ze willen echt dat je erin landt. Dit is... Gast, je moet in zo'n klein cirkeltje landen. Ik ben hier legit helemaal heen gereden. Oh my god, ze willen dat je in dit land hier. Roy, in dit terrible zwarte doosje willen ze dat je landt. Helemaal van die jump. Nee. Oh god, ik land zo close alweer. Krijg je dat voor elkaar? Kijk, ik kom wel heel ver hoor, dat is het probleem niet. Oh! Ik landde tegen die zwarte doos aan! Oh nee, man! Ja, ik land echt. Ik knalde zeg maar met mijn hoofd tegen die zwarte box. Oh, jij bent die sick in, gast. Ah, ik was zo close. Jongens, dit gaat me nooit lukken, echt niet. Dit gaat me echt legit nooit lukken. Misschien zeg altijd op het begin, hè? Ja, dat is wel waar. Yes, I got it! Finally, Jesus Christ. Gast. Heb je hem? Heb je de checkpoint? I got it. Ik ben erin gegaan. Nee, hoe dan? Oh man. Ja, ik wacht, ik kan wel nu ik hier buiten ben, kan ik wel een cheaty weetie zoeken. Legit? Heb je gecheat? Nee, maar ik kan wel. Oh, kalm, kalm. Nee. Oh, dan moet je hier, nou gelijk nog een keer bij klitsen. Oh man. Letterlijk de volgende checkpoint. Je hebt één checkpoint ertussen. En dan moet je weer bijklitsen. Ik ga kijken waar die volgende is. En die is ook nog eens kunst. Oh mijn god, weer een bijklits hier, hè? Roy, weet je waar het volgende checkpoint is? Ja, bij de leegbaas waarschijnlijk. Ja, maar dat is cool, want dan moet je omhoog vliegen. Ja, dat is in principe wat te doen. In een box landen. Oh, ik beland in het water. Oh jij. Oh, daar beneden helemaal. Oh mijn god, je moet daar beneden landen. Ik was er bijna. Nee, juist niet. Je moet daar niet in een kleine box landen, volgens mij. Jawel. Oh mijn god, en ik heb hem net niet. Je moet daar beneden landen helemaal. Er staat een kapel naar beneden waar je moet landen, maar deze voelt cheatable. Oh, ik land in de achtbaan. Oh ja, deze is echt super cheatable. Ja, die tweede hoef je niet, kan je de hele fucking... Je moet gewoon naar de lege basis voor de tweede, dus dan kan je of zelf rijden. Ja, heb je hem gecheat? Ja. Oh man. Oh, klaar. Ja, die tweede die kan je cheaten, dus... Echt? Kan je wel echt cheaten? Maar dat is echt de most easy cheat ooit gewoon. Je hoeft niet eens iets moeite te doen of zo. Voor die tweede. Je moet gewoon erheen rijden, let. Ja, je mag kiezen of je glijdt er gewoon even heen of je rijdt erheen. Maar als je rijden bent, kan je cheaten. Maar hier moet je ook weer echt nu. Ik zit te zoeken, maar ik denk dat er echt een moeilijke terrible way is. Nee, niet glijden, maar gewoon een hele moeilijke way moet je doen. Maar je bent dus wel checkpoint 2 heb je. Checkpoint, ja, 3 of zo is het inmiddels al. Maar dat is omdat, die ja, 2. Ik kom neer op dat. Die tweede heb je gecheat in principe. Ja. Oh, maar ik zie ook al een cheat voor hier. Aha! Ja, want ik zie hier echt iets impossibles wat je moet doen. En dat is echt, ja, no. Dat is lekker zeg maar een big no-no. Dat is lastig. Oh, en respawnen frustreert me ook gewoon heel erg dat het zo lang duurt. Dit stuk gaat bij mij goed, maar... Yes, dat is een cheat, goed. En dan moet ik sturen. Cheat? Ja, it's possible. Another one. Another one. Die hele race cheat, alleen de eerste niet. De moeilijkste kan je zeg maar niet cheaten. Nou, ik heb goed nieuws. China verandert weer in een auto na die tweede shit. Oh man, beter. En de T20 ook nog eens, dus dat is nice. Maar... Dolle, daar ben ik echt helemaal klaar mee. Wel een wallride. Oh, wie floot daar tegen dat ding aan? Ja, ik. Oh, ja, ik zag het, ja. Het is een walride, dus good times. Ja, dat is my thing. Alleen, je begint wel met een zenmast. Ik heb nog liever een walride dan deze. Mega vervelende dingen. Ja, lastig. 10 meter bijsturen zorgt ervoor dat je 500 meter op koers raakt. Dat is echt zo ziek. Oh, yep. Echt, dan stuur ik een klein beetje bij. Maar ik zie, ja, anders ga ik er net niet echt op afkomen. Oh,
gast. Maar inderdaad, in die box zelf ga ik sowieso gewoon dood. Dat is ja. Dat is je fate. Ja, had jij hem gehaald dan zonder dood te gaan, Max? Ja, dat is in principe te doen hoor. Alleen als je nou net gewoon op je nek landt in die doos. Ja, hè, dan heb je net pech. Wat nekt hem? Oh mijn god. Die walrijd is zo smal. Wat doe jij? Ik zie Paul als een toon als een Harry Potter rondvliegen, jongen. Die vliegt overal. Harry Potter ook. Ja, nou, ik wist dat ik de Nimbus net 2000 bij me had, man. Dat had ik nog gedaan. Dit is niet te sturen, jongen. Gast, er is hier, denk ik... Ik denk dat dit echt de langste walrijd is die ik ooit gedaan heb hier. Maar wel gehaald. Ja, wel gehaald. Maar hij is wel echt... Hij is niet heel moeilijk, maar hij is heel lang. Wow. Ja! Heb je dat? Yeah! Nice, dude. Lekker, man. Let's go! Jezus, dat zal ik hier niet. Gast, er is hier een walrijd. Er zijn twee walrijds achter elkaar. Die echt extreem lang zijn. Wat? Wat moet je, wat de fuck, gast? Ja, je moet over die rand rijden? Ja, en dan moet je die wal rijden. Maar kom maar gewoon naar het legerbasis. Maak jij het zo? Ik wacht je wel beneden op. Sta je nou op die rand? Oh, ja, dat is wat ja. Moet je op die rand rijden? Ja, dan moet je zo overheen rijden. Oh my days. Maar daarmee dit. Want hier is een checkpoint, hè, Max. Dus je kan zeggen, ga maar naar de legerbasis. Nee, maar na dat checkpoint moet je naar het legerbasis. Daarna. Oké. Ik ga er nu heen glijden. Oké, wacht. Ik probeer die wal rijden. Succes daar! Ja, zet hem! Oh, allemaal met ons te doen? Heeft hij hem gehaald? Nee, nu! Erg is ook. Eén van ons drie moet hem ook halen. Willen. Roy, ik ga je helpen. En je go hier. En je go hier. En dan je go hier. Oké, vervolgens. Wow, zo mag dit. Oké, vervolgens. Moet je volgens dit randje hier, zie je deze? Dit randje hier moet je helemaal erheen, maar spring er gewoon in. Ja? Oké, gewoon erin. En dan heb je hier, moet je tegen die muur waar ik nu tegenaan sta, moet je tegenaan rijden. En dan spring je ze maar met de wielen er tegenaan, waardoor je daarop komt. Snap je wat ik bedoel? Echt erin en je ziet mij. Je moet aan die andere kant van die muur moet je met de wielen tegenaan, dat je zeg maar een soort omhoog vliegt en daarop landt, in die buis. Ja, kijk, zo ja. Oké. Dan moet je naar die linker, bovenop die linkerton komen. Dat is het die je ziet te doen. Max, je hebt zo'n piece of shit, ouwe. Maar Max, kunnen wij die uitleg ook krijgen? Ja, zo meteen. Dit is namelijk niet makkelijk of zo om dit te cheaten. Dat zeg ik alvast even bij. Dit heeft die. Boys, ik heb hem! Oh, nice! Nee, oh, lekker, oh, ja! Ja, ik heb checkpoint. Oké, nice. Roy, dan kom je hierheen. Want dat is volgens mij hier echt checkpoint. Ja, dan hoe kom ik hier uit? Gewoon even respawnen en dan eroverheen jumpen. Karino, kom je er ook heen? Geloof me, Reno, dit is echt funny. Hoe deze guy dit weer heeft bedacht, Pauke Max, echt. Vooral hoe je dat view moet komen en dat soort shit. Dat is echt weer typisch Max. Oké, nice. Nou, good luck. Je moet nu gewoon Adventure Times. Dat is een mega lange walrijd, maar daarna komt nog een langere. Dus have fun. Oké, Reno, ik wacht hier op je. Welkom bij de Cheaty Weety. Welkom. Vandaag gaan we naar deze spel toe en dan moet je normaal inlanden. Dus dan gaan we hierheen. Dan maken we deze krappe bocht naar rechts. Dan gaan we onder dit etablissement staan. Ja, en dan heb jij. Zo. Verder. There you go. Oh, dan respawn je. Nee, ik zou er niet. Oké, dan vervolgens, Reno. Moet je eigenlijk over deze lijn hier, waar ik nu rij, zie je. Moet je er overheen gaan. Ik had de checkpoint. Nice. Good luck aan die daarna. Die nee, hier. Andere kant, Reno. Oh ja, over de hele lijn. Oké, maar in plaats van niet over het lijntje, ga je gewoon naar binnen. Erin. Ja. En dan zie je deze muur waar ik nu sta. Yeah. En jouw kant moet je daar met speed tegenaan rijden, waardoor je zeg maar als een soort ramp op die, in die buis terecht komt. Snap je wat ik bedoel? Gewoon met de wheelie moet je er tegenaan rijden. Ja, Max heeft echt de meest lijpe G-play ooit bedacht daar. Oké, en dan omhoog? Hij vertelt alsof het best wel makkelijk kan. Oh. Ja, hij vertelt het echt alsof jij en ik het ook hadden kunnen bedenken. Maar nee, dit is echt een Max ding. Dit is onmogelijk om te bedenken. Dit is echt weer typisch Max. Is in. Nice. En nu moet ik dit parcours volgen. Nee, nu moet je omdraaien. En dan met je achteruit gaan, dan moet je op die linkerbuis komen. Op die linkerton, zeg maar. Het waterreservoir. Daar is de checkpoint. Moet je gewoon met een beetje speeden. Meer Max dan dit wordt het niet. Heb je hem? Oké, en nu moet je gewoon de dinges volgen, de waypoints, dan kom je er wel bij ons. Je moet die walrijd zo op doen, dit is pretty. Ik heb alle obstakels gehad, hè, Max? Ja, nou, er komt zo meteen nog een tweede. Deel 2 komt eraan. Oh, jawel. Zie je? Deel 2. Was je bij deel 2? Nee, ik vertief het gewoon hier. Oh. Ik vertief gewoon op dat stukje walrijd naar boven. Nou, dan komt daarna echt zeg maar precies dit, maar dan deel 2. Zijn jullie bij hetzelfde als waar ik ben, of? Nee, eentje verder. Eentje verder. Zo triggerd van, hè. Oh, niet normaal. Ah, man. Dan denk ik echt,
Nee, dan denk je, dan gaan we een keer geen Fortnite doen. Dan zijn we ook goed in. Dan krijg je zo'n pauperrace. Ja, het zijn ook echt Mike en Paul die weer achterblijven. Jezus. Ja, sowieso. Teringrace is dit, man. Echt ja. Normaal. Dit is echt zo'n zieke back-up, jullie. Ah, ik stond op een vlek in de wolkheid. Echt? Geparkeerd, waardoor ik jullie gewoon constant naar beneden had kunnen beuken. Oh, mijn god. Bro, je moet speed houden hier, want je moet zo meteen bij die zeppeling gelijk omhoog. Je moet na die eerste rode ton moet je gelijk omhoog, anders hou je het niet. Oh, ja, nu ben ik voor het eerst voorbij. Sadie spaghetti! Oh my god. Oh, ik heb zoveel geluk! Oh my god. Ja, maar nee. Ja, jawel. Oh, maar echt met het meeste geluk ooit. Dat ik zeg maar, ik knalde tegen die buis aan op het einde. En daar joint ik. Ja. Oh god, weer een motor. En weer een auto en een motor. Wat? Je gaat echt weer een checkpoint. Ja. Maar je gaat van auto naar motor, naar auto, naar motor. En bike glitch. Oh god. Nee, niet bij. Hey, ik mag terug naar Mike en Paul. Nee joh! Ja. Oh. Je moet terug glitch. Je moet nou weer terug heen bike glitch, joh. Oh mijn god. Ik viel voor die buis viel ik eraan. Gast. Ja, ik heb hem! Paul heeft hem! Yes! Oké. Holy shit. Oké, nu moet ik hem halen. Oh, je bent zo blij. Dude, je moet op de maze bank landen. Dat is no possible cheat. Daarop gewoon stilstand landen. Nee, wel checkpoint landen. Maar je moet op de maze bank landen. Vanaf hier helemaal. Ja, vanaf daarboven. So, good luck. It sounds doable. Oh nee, niet eens. Je moet verder. Huh? Je moet helemaal naar fucking vliegveld of zo. Huh, maar. Jawel, je moet wel toch op de maze bank landen? Nee, dat denk je, maar dat is. Oh, je moet op dat havengebouw landen. En. Ah, ik krijg een schijt, man. Oh, maar deze. Ik krijg. Ah, ik land. Ah! Roy, hij is heel easy checkpoint, maar ik ging te hard en ik landde er gewoon af. Dus. En gelijk, ik land in het water, dus ik moet er helemaal opnieuw. Max. Je bent erop geland? Letterlijk 50 centimeter naast de checkpoint. Point. Het is zo terrible. Ik denk letterlijk 50 centimeter. Meer was het niet. Hier is ergens een checkpoint, ja. Oh my days. Hey Max! Ah, there you go. Dan ga je daar omhoog op de linker silo. En als je daar staat, dan checkpoint. Roy, ik landde erop en ik stond gewoon een soort van door een glitch stil op het dak. Wat? Ja, dus ik heb hem nu gehaald. Dat was echt gewoon. Nice! En ik had hem. Gast, dan kan je me helpen met dit. Oké, waar moet je heen? Vanaf hier. Oh, nee, joh, moet je daar op dat rode ding landen. Kom eens hier kijken. Joink! Hier, die oh, bank. Dat bankje! Wauw. Wow. Oh, ik ben dood. Waar ik daar niet op kom ook, man. Got it. Helemaal niet. Dat ik daar niet op kom. Wauw. Wauw, benieuwd. Dat is amazing. Oh, er is een knotel hier. Je verandert weer in auto, dus kunnen we even rusten. Ik heb nu ook de checkpoint. Thanks, nice. Max. Ik denk dat we nog echt uren staan kloten als ik dit niet. Als je het bankje niet had gezien. Als kwam, zeg maar. Ja. Oh. Uiteindelijk had ik hem achter gekomen, maar. Hello! I've been waiting for you. Ik dacht, ik was er dek heen. Ik vond het, zeg maar, ik dacht, je bent echt vlak achter me, dus het is set om dan gewoon door te rijden. Ja. Als we ook samen kunnen rijden, you know. Oh jeez, ik heb eigenlijk niet moeilijk om uit. Oh god. Nice, lekker heen. Ik ben bang dat ik nu naar de andere kant van de wereld moet blijven. Ja, Reno, dat moet je sowieso. Ja, je moet wel naar de andere kant. Ben je bij het punt dat je van auto naar motor naar auto naar motor gaat? Ja, dat heb ik. Ja, dan good luck, have fun. Oh no, Max. Oh no. Ah shit. Als de groene jump is met een boost erop, is de bike glitch. Nee joh. En I got it, I think. Oh, je moet wel. Bro, je moet niet eens voor de checkpoint gaan. Je moet gewoon voor de platform gaan en dan voor de lange. Oh. Voor de lange boost moeten gaan. Ja. Voor die lange landing. Dat heb ik nu gedaan. En ik moet terug naar de buis en een auto veranderen. Waar ben jij, bro? Oh, je bent helemaal daar zeker. Nee. Hè? Oh, je bent hier, ik zie je vliegen. Daar ga je. Hotel. Al eeuwig dit aan het proberen. Dezelfde bike glitch. Je moet gewoon van de kant komen waar je vandaan hoort te komen. En dan gewoon erop landen. Dan is hij te doen. Man. Oh my days, ik heb bad nieuws. Ik heb zo bad nieuws. Je moet obstakel wallride, alle twee opnieuw doen, maar dan andersom. En dan daarna weer een wallride op. That's pretty nice. No, I hate it. Zie lang. Oh mijn god. Waarom is hij zo lang? Ik krijg het uit mijn fucking handen. Ik heb de checkpoint. Ja, nice. Waarom is hij zo lang? Je moet erin landen, dus je moet echt vol gas geven. Nou ja, niet te veel gas loslaten, zo kan ik het beter verwoorden. Oké, okay, maar dat is prima te doen. Ik denk dat je bijna bij finish bent. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, je zoekt daar met die wallride schijding.
Oké, waar moeten we nou weer landen? Volgens mij nu Maze Bank, of niet? Even kijken. Zou best kunnen, want meer kan ik niet voorstellen. Wat zeg maar. Meer hebben we nog niet gehad. Of er is niet meer, ik heb niet meer zin, dat bedoel ik. Ik ga gewoon gokken dat de Maze Bank is, dus daar ga ik alvast goed voor sturen. Oh, zo, dat getal. Oké. Het is volgens mij de Maze Bank. Even kijken. Zo, doei. Ja, Maze Bank. Ja? Ja. Oh, ik ging voorbij de pijl. Echt? Maar het is wel de Maze Bank. Ja, 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 het is de Maze Bank, 100%. Oké, nice. Confirmed. Oké, that's good. Confirmed. Je moet een hele lijn bocht maken, stuur je expres helemaal de verkeerde kant op. Zodat je de goede kant dan uit jezelf weer moet op bike glitchen, zeg maar. Amen. Ja, wij kunnen dit wel. Het is niet, terrible. Alright, that's good. Ja. Dus even kijken, Paul en Mike nog steeds bezig met de Roy, I got it. Ja, zeker. Ja, maar ik ben... lekker Mike, of Max. De checkpoint heb ik zeg maar ook al. Dude, op het moment dat je voorbij die klokken bent, dan begint het te zweten. En je moet inderdaad de speed houden. Ja. Speed was echt een goede tip, though, want anders had ik misschien afgedrukt. Oh, mijn gast. Moet je hier echt gewoon instant een bike glitch bocht maken hier. Ja. Dat is echt terrible. Bruh. Straight to the water. Ik ben niet zo klaar, hè? Ik denk dat ik hem nu ga halen. Dat dacht ik ook, but there I go. Ik dacht ook echt, oh, dit is hem. Ik ga recht. Ik heb ook zoveel kramp in mijn vingers, hè? Ja, ik heb Wat een landing, zeg! Oh, wat een landing, zeg! Ja, zeker. Nice, dude. Ik denk dat je bij de finish bent dan, zo. Of misschien een mini-parcours, maar... Ja, ik ook gelijk. Nou, dan ga jij eerst worden. Dan is Reno is er echt helemaal klaar mee. Ja, maat. Maar ik kan het gewoon niet. Ik vlieg in de lucht en mijn motor zit, die gaat helemaal heen en weer. En ik zit op al die knopjes te rammen als een moegel hier al. Is het over zo'n klein kut bepaald ding waar je heen moet rijden? Is het heel duns? Ja, dat dacht ik al. Dat is echt terrible. Nee! Oh man! Nee, dat ga je ook niet menen. Ik ben op het dak daarvoor. Ja, dat had ik ook één keer. Dat is zo kut, Reno. Dat is no way. Er is geen way. Ja, jij op. Je bent done. Reno, maakt wel. Ik had het, Roy. Oh, nee. Ga me niet menen. Nee, Max. Oké, dan moet ik hem nu halen. De pressure is zo fucking. Oh, je moet over die hijskraan. Dude, no way. Echt? Als je denkt dat het ergste is, dan heb je... Ja, en daarna moet je over dat kut small platform. Max, ik weet gewoon dat als ik het nu niet haal, dan word jij eerste. Valt de ijskaan is te doen, toch? Oh mijn god, gast, ik zie je, ik rij achter je. Ik ga de druk pressen. Shut up! Ik rij achter je. I'm behind you, man! Oh, daar ga je. Oh no. Max, don't! Het is ook niet te cheaten, dit. Nee, dit is omhoog te cheaten. Gast, nee, mijn hartslag. Mijn hart. Dude. Ah, nee. Ik vind het niet leuk, you're gast. Ik ga... Film. Nee. Shut up! Dude, ik ben zo scared. Ik wil niet falen, hoor. Ik ben echt... Mijn hartslag zit in mijn keel. Oh my god. You're doomed to feel this shit, bro. No. Thanks. Dude. Is het zo dicht achter me? Dalen. Oh. Je laatste bocht. Oh, je hebt hem. Oh, maar je moet hier nog slalom en poep. Als je nu speed, kan je het nog halen. Oh, dude. Ze geven je echt een poeptask hier. Oh god, heb je hem? Jezus, weer eroverheen, man. Roy heeft hem. Ja, Roy, dit is zo terrible. Kom op. Oh, yes! Oh, man! Oh! Jezus. Oh! Dude, dat was zo close! Heb jij die in één keer goed gedaan? Oh, toetsenbord. Ik denk toetsenbord, omdat je kan tikken hier. Oh. Oh, man.